De conclusies liegen er niet om. Uit een rapport wat er misging bij 3 enorme bouwprojecten in Delft wordt gisteren duidelijk dat het niet alleen de economische crisis is die ervoor zorgt dat de stad vele tientallen miljoenen euro's in rook ziet opgaan. Zo was er een hele hoge ambitie binnen de gemeente. Stoppen was eigenlijk geen optie, ook al liepen de projecten tegelijk. Er was sprake van planningsoptimisme. Ook financieel werd er eigenlijk een beetje aan wensdenken gedaan, zou je kunnen zeggen, waardoor kosten hoger werden dan in eerste instantie begroot. En over de projectorganisatie zijn er al een aantal opmerkingen te maken. De Delftse gemeenteraad had al wel een beetje verwacht dat de kritiek niet mals zou zijn. En is blij met de heldere conclusies van de onderzoekscommissie. Mijn vader had geleerd aan ons van, joh, je gaat eerst sparen voordat je gaat. En je gaat eerst berekenen wat je kwijt bent aan een onderneming. En we doen het hier precies andersom. We gaan eerst uitgeven en dan gaan we kijken wat de onderneming gaat kosten. Ja, als je zo gaat rekenen, nou ja, dan gaat alles fout. Dat is natuurlijk wat vaak is gezegd, van, nou, het valt allemaal tegen door de crisis. Maar het blijkt dat er ook gewoon politieke besluiten zijn genomen. Die als het niet waren genomen, had Delft er echt wel anders voor gestaan. Het is eigenlijk de oppositie in de Delftse gemeenteraad die een dag na het verschijnen van deze kritische rapporten over wat er misging bij de grote bouwprojecten in de stad wil reageren. De coalitiepartijen zeggen eigenlijk allemaal dat ze de stukken nog eens goed willen lezen en honderden pagina's willen laten bezinken. Maar die oppositie dringt eigenlijk ook aan op een gemeentelijke enquête waarbij mensen in het openbaar worden gehoord en ook verantwoording afleggen. Ja, die optie die willen wij in ieder geval wel onderzoeken, of dat een goed idee is. Delft is in het grootste faillissement ooit terechtgekomen. En daar moet iemand verantwoording over afleggen en over willen afleggen. Dat verdienen de Delftse burgers. Openbaar de sloot op de Marktplein, dan gaan we weer een beetje de tijd van vroeger. Nou, de tijd is er nu toch rijp dat we alles terughalen wat we in het verleden hebben gedaan. Nou, laat ze maar openbaar hier op het Marktplein verantwoording afleggen aan de Delftse burgers.